Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag een plank. Een plank met hier een sensor en daar een sensor en een scherm in het midden. Want ik wil het hebben over speed matching en consisting. Nou, ik weet niet of dat de camera dit scherm op gaat pikken. Ja, zo enigszins. Als ik nou hier aan die kant wat doe en daarna wat aan die kant. Zo. Wat deze plank doet is, als er rechts een trein binnenkomt, start hij de tijdmeting. Als er links weer wat voor de sensor komt, stopt hij de tijdmeting. Dan pakte ik de lengte van de plank, 1 meter 4 centimeter uit mijn hoofd voor deze. Dat deel ik door de tijd in seconden, dan heb ik meter per seconde. Oh, sorry, centimeter per seconde. En dat vermenigvuldig ik met 0,036. Ik zet wel in de omschrijving in de exacte nummers, maar dit is even uit mijn hoofd. Daaruit komt het aantal kilometer per uur. En dat vermenigvuldig ik weer met 87 en dan krijg ik het aantal kilometer per uur dat mijn trein zou rijden in het echt, aangepast voor de schaal waarop we nu rijden. Nou, dat stelt mij in staat twee dingen te doen. Ten eerste kan ik nu dus mijn treinen wat realistischere snelheden gaan geven, in plaats van zoals een idioot over de baan heen te jagen. En aangezien ik dit dus doe met mijn digitale treinen, is dat een kwestie van de voltages aanpassen die er gebruikt worden voor de motor. En ik kan ook twee treinen ongeveer dezelfde snelheid laten rijden, waarbij als ik ze dus gekoppeld laat rijden, zoals ik deed met mijn 2200, dat ze niet tegen elkaar aan gaan lopen, duwen en trekken. Om dat goed voor elkaar te krijgen moet je wel, als je gekoppeld wil rijden, het zogenaamde back EMF uitzetten. Of BEMF. Dat is bijsturing afhankelijk van van hoeveel vermogen de motor gebruikt. Dus je namelijk twee of drie locomotieven hebt. De eerste trekt heel hard, omdat de andere twee nog niet veel doen. Dus dan zullen de andere twee merken dat ze vrij weinig vermogen gebruiken. Dus zullen minder vermogen geven aan de motor om hun snelheid constant te houden. De andere die merkt dat er veel vermogen gebruikt wordt, zal nog veel meer vermogen geven om zijn snelheid te behouden. Uiteindelijk met het optrekken kan het effect dus zijn dat er een oscillatie optreedt. Waarbij, zeker als het dus niet de voorste is die dit ding doet, maar stel dat het de achterste is. Waarbij hij, in plaats van dat de trein rustig optrekt, het is heel schokkerig gaat. Zet je dat back EMF uit, dan zie je hem vloeiend vertrekken en ook vloeiend stoppen. Nou, ik ga even in ieder geval laten zien hoe dit eruit ziet als je er een trein voor langs laat rijden. En ik zal bij die beelden ook nog wat inspreken en informatie geven, zodat je een beetje ziet van wat daar nou precies allemaal gebeurt. Het is Panel Pro. Ik heb het roster geopend met alle locomotieven erin. En als eerste ga ik ze even stroom zetten op de baan. En ik ga mijn trein programmeren op mijn main track, dus op het spoor waar ik ook op rijd. En ik pak mijn geel-grijze Roco, de eerste en niet de tweede. De tweede is degene die ik wat later heb gedaan, die er wat minder goed uitziet. Ik heb hem uiteindelijk toch omgekeerd, dat hij hetzelfde rijdt als de rest. Vanwege het snelheidsverschil dat ik tegenkwam bij het gelijktijdig laten rijden met z'n drieën. Ik gebruik 2828 speed steps, zodat die in kleinere stappen gereguleerd kan worden qua snelheid. En ik zet de snelheid van acceleratie en deceleratie, dus het optrekken en het afremmen, zet ik op 0, zodat dat bijna instant is.
BMF heb ik ook uitstaan omdat ik ze met z'n drieën tegelijk ga rijden. Ik zou ook nog kunnen kijken of ik er niet ergens anders zou kunnen zeggen dat hij dat alleen op bepaalde snelheden doet. Maar nou juist bij het optrekken merk ik dat die BMF in de weg zit. En de changes even schrijven naar de locomotief. Vervolgens basic speed control. Ik pak mijn throttle erbij. Hier. En ik zet hem op een die net aanstaat. Volgens mij is dat deze stand wel voorwaarts. En ik zie dus dat hij zo goed als niet rijdt. Dus ik ga deze wat hoger zetten. Net zo lang tot het locomotief in beweging komt. En net zo lang terug totdat hij net heel langzaam rijdt. Nou, bij sommige locomotieven zul je zien dat die wat hoger aanzet voltage nodig hebben. En daarna, als je ze even aanraakt, zeg maar, dat ze blijven rijden. In dat geval zet ik hem ook gewoon zo laag mogelijk. Dat als ik hem een klein tikje tegenaan geef, dat hij wat doet. Omdat ze... dat doe ik met locomotieven die toch met z'n drieën, tweeën gaan rijden. Zodat ze goed langzaam kunnen rijden en niet gaan lopen duwen. Als ik de startvoltage weet, dan pak ik het maximum voltage. En daarvoor gebruik ik die balk met mijn schermpje erop. En dat schermpje dat stelt mij in staat om de snelheid te meten. Dus nu kan ik hem vooruit zetten, vol gas geven. En de snelheid meten. En als hij er doorheen is, weer terug. Ik zou trouwens niet aanraden om op deze manier meteen weer terug te doen. Want de motor staat dus nu op geen acceleratie of deceleratie. Dus hij klapt eigenlijk vrij snel weer terug. En zo laat ik hem een paar keer door de sensor heen rijden. Net zolang dat ik een beetje een idee heb van hoe snel hij rijdt. En op basis daarvan kan ik het voltage bij gaan stellen. Zodat hij voortaan niet meer te hard door de sensor heen rijdt. En als het ongeveer goed is, en precies goed gaat niet. Maar dat hij ongeveer, zeg maar, voor de 2200 series is maximum snelheid 100 km per uur. Bij de Roco 2200 serie komt een voltage van 100 in de decoder die ik hier gebruik. Ongeveer overeen met 100 km per uur omgerekend. Dus dat is mooi, dat is makkelijk. Die is te ver. Als ik dat weet, en het zal ongeveer kloppen dat het ongeveer 100 km per uur is. En als ze alle drie ongeveer 100 km per uur doen op maximum snelheid, dan klopt het ongeveer en gaan ze niet aan elkaar lopen trekken. Dan kan ik midpoint voltage gaan doen. En hiervoor zet ik de slider op 50%. En dan moet ik eigenlijk een andere slider hebben. Zo. Het is dus handiger deze slider te gebruiken als je 50% wil. En ook hier laat ik hem een aantal keren voor de sensor langs rijden. Totdat hij ongeveer zit op 50 km per uur door continu het midpoint voltage aan te passen en hem er opnieuw langs te laten rijden. Wat je zult zien is dat de snelheid van de locomotief voorwaarts anders is dan achteruit rijdend. Daarom laat ik ook deze Roco dus achteruit rijden ten opzichte van zoals ik de decoder in heb gebouwd. En de decoder heb ik zo ingebouwd vanwege hoe de draden waren. Zodat de snelheden van deze drie Roco's ongeveer hetzelfde is als ze dezelfde kant op rijden. Als ze dus achteruit rijden, dan gaan ze ook alle drie allemaal iets langzamer. En dat vind ik prima. Er zullen misschien in de decoder nog instellingen zitten dat je hem voor een andere snelheid nog wat bij kunt stellen. Ik meen me te herinneren
dat dit zit in de lock pilots. Waarbij je kunt zeggen dat er een afwijking is ten opzichte van het normaal voor voorwaarts versus achteruit rijden. Maar dit is dus zo'n lees DCC decoder. Op het moment dat je, dat je er klaar mee bent, dat het ongeveer klopt volgens de speed table, dan is het nog een kwestie van de acceleration, deceleration terugzetten. Want ik vind het toch wel fijn als ze rustig optrekken. Zeker ook als je er een lange rij aan wagons aanhangt, wil je niet dat die in één keer een flinke ruk geeft aan de hele boel. Want dan gaat er onherroepelijk iets ontsporen. Voor consisting heeft Panel Pro een apart toeltje. Hier is hij. Hierin kun je aangeven hoe jouw consist eruit ziet. Dus hoe je, wat de samenstelling is van je drie, in dit geval drie treinen. Ik rijd mijn bruine 2200 voorop, daarna de iets minder goede geelgrijze en daarna de wat betere geelgrijze. En dat doe ik vanwege hoe de koppelingen erop zitten. Dit regelt in ieder geval dat ze alle drie reageren op adres nummer 1. Maar je wil natuurlijk je verlichting ook aanpassen, dat die op de voorste brandt, op de middelste alle verlichting uit is en op de achterste denk ik ook dat je alle verlichting uit wil hebben, want je rijdt tenslotte met een heleboel wagons erachter. Dus kun je voor je consist instellen waar moet de welke verlichting moet er reageren op het moment dat jij rijdt met meerdere locomotieven. Dus de eerste staat ingesteld dat de FL forward, de verlichting forward, reageert op als hij op het consistadres rijdt en voor de rest alles alleen maar als die locomotief rijdt. Ik gebruik de meeste van deze functies niet, ook de reverse dus. Gaat niet reageren op het moment dat dat hij rijdt in een treinschakeling. De middelste reageert eigenlijk met geen enkele van zijn verlichting. En de laatste heb ik nu ingesteld dat hij als hij achteruit rijdt, dat hij wel reageert op zijn verlichting. Omdat dat achteruitrijden eigenlijk alleen maar gebeurt bij mij als ik er geen wagons aan heb hangen. En dan is het toch ook wel handig als de verlichting het doet. Ik heb ook de F1 hier aangezet vanwege dat de bedrading bij deze net iets anders is dan bij de andere locomotieven. Maar ook hier staat dat hij alleen vooruit zijn verlichting aanzet als die direct aangestuurd wordt en niet als die als gezamenlijk in treinschakeling rijdt. Nou, ze reageren dus allemaal op adres nummer 1. Verder zijn er geen aanpassingen gedaan, behalve dus voor de verlichting. Je kunt die dus ook instellen dat hij in treinschakeling anders gaat optrekken, anders gaat afremmen. En eventueel functies van de geluiddecoder zijn dus ook allemaal in te regelen. Dat hij bijvoorbeeld alleen de voorste zijn klakson gebruikt of alleen de voorste zijn zwaailicht aanzet. Of de middelste ook optrekgeluid maken. Of misschien niet omdat dat te veel herrie geeft. Dit stelt je dus in staat om niet elke keer je hele locomotief te hoeven herconfigureren op het moment dat je besluit ze met z'n drieën te laten rijden. En ik kan dus ook nog steeds, als ik ze aanspreek op hun eigen adres, dat is in dit geval 76, dan reageren ze gewoon normaal met de verlichting voor en achter als je er mee aan het rijden bent. Dus ontzettend handig, maar zorg er in ieder geval wel voor dat je de locomotieven even snel rijden. Anders gaat er één duwen, de andere trekken en gaat er onherroepelijk één van je locomotieven vandoor. Dit was even een korte inleiding in consisting in treinschakeling rijden. De bronnen die ik hiervoor heb gebruikt zijn met name, was eigenlijk allemaal Engelstalig. Die zet ik in de omschrijving van dit filmpje. Daarin wordt in meer detail ingegaan hoe je dit kunt doen. En ook hoe je dit kunt doen met bestaande commerciële pakketten. Dus niet met Decoder Pro, maar met Multimouse of iets dergelijks.
Ze zijn een heel stuk uitgebreid, een heel stuk langer. Ik heb met name geprobeerd de praktische dingen eventjes te laten zien. Toen ik alles had bekeken, had ik een redelijk beeld, maar miste ik net die laatste stap naar hoe doe ik het nu echt. Dus ik hoop dat de combinatie van die twee je in staat stelt dit ook zelf te gaan doen. En daarmee bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer. Like, subscribe en deel. En het weer is ontzettend goed. Dus het kan zijn dat het eventjes wat rustiger gaat worden. Dat ik lekker in de tuin ga liggen. Dus tot de volgende keer.